Wij vinden ook dat we moeten opleiden voor de arbeidsmarkt. Hè. We doen het ook om voor burgerschap en de brede ontwikkeling van iedereen. Maar we leiden ook op voor de arbeidsmarkt. Dus wij kijken altijd wel goed, hebben we voldoende stageplekken? Is er voldoende werk voor studenten als ze over 2, 3, 4 jaar van die opleiding afkomen? En als we denken dat dat niet voldoende is, dan doen we een instroombeperking, omdat we ook niet meer mensen willen opleiden dan we denken dat nodig is.